mad as you can. Ik heb er zin in. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag zondag en ik ben net opgestaan. En ik heb Coco uitgelaten en mezelf klaargemaakt. En het is nu ongeveer... Oh, het is nu 10:15. En ik heb een kop koffie gezet, maar een hele aparte, namelijk Oreo koffie. Dat ziet er dus zo uit. Het ruikt oprecht echt mega erg naar Oreo. Het ruikt echt heel erg naar Oreo. Ik ga deze even proberen. Zometeen even lekker broodje ei eten en lekker de ochtend beginnen. Maar ben heel erg benieuwd. Oké, Shen heeft ook een kopje gezet en die zegt dat het smaakt naar chocomel. Dus het ruikt wel echt darhard naar Oreo. Wow, het is per partijtje zoet. Ja. Niet normaal. Ja, er komt inderdaad niets van voor koffie in terug. Het is echt een beetje warm chocolademelk. Ik proef wel ergens vaag die Oreo, hoor, Shen. Ja, een beetje. Ja, echte chocolademelk is toch wel anders. Het is wel lekker, maar ik zou er niet elke ochtend mijn dag mee willen beginnen, denk ik. Maar het is wel lekker om een keertje te proberen. Coco! Hallo meisje! Kom eens staan! Kom eens staan! Nee! Wil je hem pakken? Goed zo. Zo, wij zijn aangekomen bij opa en oma. Hi, Mima. Oh, hi. Hi, jij ook hier. Hi. Hi. Oh, jullie ook hier. Hi. En wij gaan heel gezellig hier lunchen. Ja, we hebben allemaal broodjes gehaald en we gaan lekker dat opeten met z'n allen. En vanavond gaan we Milan's auto, die is helemaal gefixt en die heeft nieuwe velgen en zo. Die gaan we nog ophalen. En we gaan nog naar een vriend van Milan toe misschien. Ja, of Daniel of Aaron. Wij kennen jullie niet. Daniel is Klauke, toch? Ja. Oh, die heet Daniel van de voorkant. Van de voorkant. Nou, dat komt helemaal goed. Ja, maar in Assen is het normaal dat je elkaar bij de achternaam brengt. Dat is heel gek. Oh ja, vanavond ga ik naar een knol, zegt ze dan. Ja. Oh, dat klinkt leuk. Ik was ook gewoon knol. Dat was geen Mina, dat was knol. Ah. Oh, Emma! Gaat het goed? Ja, echt? Ja. En oma heeft netjes de tafel gedekt. Alleen Emma heeft allemaal broodjes meegenomen. Die... Emma heeft allemaal broodjes meegenomen die je gewoon op een schaal zo kunt opeten. Oma heeft de hele tafel gedekt. Kijk hoe lekker. Je hebt marinebollen. Jezus, hoeveel heb je? Dat weet ik niet. Hoe de iedereen voor iedereen? Nou, kokertje. Wat wil voor drinken? Ta-da-ta-ta-ta. Smakelijk eten. Smakelijk eten. Informeren, is dit jullie ontbijt? En dit zijn gewone croissantjes. En we hebben ook lunch. Croissantjes met we hebben ontbeten. Ze zijn heerlijk. Ik noem even gewoon. Oh, en dit is kaas. Gewoon. Dat is een chocolade. Zo, wij zitten weer in de auto. En Milan rijdt terug in de auto van Irma. En Gert. Hey! Doei. Kokotje. Dada! Ik van opa en ja, dat kan. Dat red ik. Komt allemaal goed hoor, oma. Komt allemaal goed. Kijk, daar staan ze. Moeder en dochter. En Milan Hoi. Achter het stuur. Nou, je vergeet ze. Oh, Zo, ze mag toch nog mee. Grappig hoor. Nee, wil ook mee! Doei! Doei! En dan gaat jij weer naar huis zo, Shen. Ja, wacht even. Heb je er zin in? Ja. Voordat de familie is. Moet Coco ook in daar. Oh jee, het raam is open. Doei! 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 Oh god, ik zie je. Sorry meisje hoor. Zo zielig. En weer op naar oh, dit kan allemaal. Irma en Gert's huis. Gaat het goed, Jen? Ga dat door! Het is niet eens kerst, maar... Toch is het koud.
Het is weer kerst. Ik heb er zin in. Waar ik van hou. Wij zitten weer in de auto en wij gaan nu onderweg naar Aaron. Die is aan het werk en we gaan heel veel door de wasbeer. En Milan vraagt iedere keer mij, wat is de wasbeer? Ik weet niet of dat nou iets is van onze familie dat we dat altijd zeggen. Of dat het gewoon iets is uit het zuiden of zo. Maar de wasbeer is de wasstraat, zeg maar de car wash. Waar je doorheen gaat met al die borstels. En daar gaan we zometeen doorheen met de auto. Dus dat vind ik altijd, vroeg vond ik dat super spannend. Nu vind ik dat vooral eigenlijk heel erg leuk. Dus we gaan naar Aaron toe. En dat is het eigenlijk. Niet meer, Iwan. Ja, dat is het. Dat is het. Ja, dat is het gewoon zo. Ik ben er over 10 minuten. Nee, maar jij kan echt niet Drents praten. Ik kom er zo aan, ben er over 10 minuten. Nee, ik kom er zo aan, ben er over 10 minuten. Minuten. 10 minuten. Ik kom er zo aan. Ik ben er over 10 minuten. 10 minuten. Minuten. Ja, dat was hem. Wij zijn inmiddels weer thuis van Aaron en ik ben meteen hier op de bank al even in slaap gevallen. En nu gaan we lekker eten, want Irma heeft hutspot gemaakt. Dat moet je normaal wachten. Nou, bedankt inderdaad. Nou, het ziet in ieder geval wel al super lekker uit, dus daar gaan we dit lekker opeten. En daarna gaan we weer naar ons. Naar ons. Naar huis. Ja, eerst moet mijn nieuwe auto terugkrijgen. Eerst een nieuwe auto gekregen. Joost is er inmiddels en de auto van Milan is gemaakt. Dus daar gaan wij nu wel even naar kijken. Hij heeft ook nieuwe velgen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Koken ze ook mee? Is het nieuws? Ja. Heb jij de riemers gehad? Nee, maar je kan hier wel los. En daar was Aaron nog even. Kom maar. Top! Gaan we even kijken hoor. Coco, je moet goed luisteren. Hè? Waar is de auto van Milan? Echt hoor. Oh, hier is hij. Koken deze kant. Check die velgen. Ziet er nice uit. Ja, het zijn voornamelijk de velgen. Verder is er aan de buitenkant niet zoveel te zien. Maar het is wel mooi, ja? Ben je er blij mee? Ik vind het mooi, ja. Ik vind het echt vet. Hij is een stuk vet. Ja, is het nog nat? Nee. Zo ziet het er wel uit, hè? Oh, heb je een lopertje ook meegenomen? Nee, dat wil niet. Dat wil niet? Nee. Oh. Tof man. Coco die gaat er vandoor. Coco, ga je rijden? Hé, hey, ga je rijden? Is het jouw auto? Weet je wat? De oh ja, tuurlijk. Ik vind het wel vet. Oh ja. Ik heb een Gerard Joling pook. Gerard Joling pook. Hé, hey, Coco. Coco. Hi. Wij zijn inmiddels weer thuis en Milan is een video aan het opnemen en ik heb kaarsjes aangestoken en zo, maar ik ga nu lekker naar bed, want ik ben helemaal niet scherp. Oh, nu wel. Ik heb heel veel last van mijn oog. Laatst had ik ook al zo'n rood oog. Ik heb trouwens echt een super leuke tip gekregen van een kijker om van de koffer een hondenmand te maken voor Pip. Hoe ontzettend tof is dat? Dus daar wil ik zeker wat mee gaan doen. Ik moet dus heel veel een bijpassende kussen vinden die erin past. Als je een tip hebt, let me know. Want ik heb echt veel aan jullie tips. Want ze zegt, ik vertelde het tegen Milan en hij zei ook meteen van ja, dat moeten we gewoon doen. Want dat is gewoon super gaaf. En Coco heeft ook weer lekker de plekje uitgekozen hier. Hi meisje. En ik heb wel even lekker... Oh, het is hier zo freaking koud. We hebben dus die bank ingespreid voordat we naar Assen toe gingen. Toen hebben we al die tijd de ramen allemaal opengestaan. Het is echt heel erg koud. Ik heb echt heel erg jeuk in mijn oog. Ik ga naar bed. Morgen is namelijk best een pittige dag. Ik heb morgen namelijk een crematie. Ik heb een crematie van iemand die ik niet ken. En dat is echt... Dat klinkt heel gek. Auw. Echt heel erg jeuk om mijn oog. Ik denk dat hier nog wat kattenharen in zitten of zo. Ik ben allergisch voor katten. Oh ja. Heel erg mooi wat ik nou allemaal aan het doen ben.
Kut, mijn lens flikkert er ook bijna uit. Fuck, ik ga heel snel mijn lens uitdoen en ik ga zo meteen uitleggen hoe en wat. Oh. Oké, okay, hopsata. Daar ben ik weer. Ik heb even mijn gezicht schoongemaakt en lekker mijn ogen wreven. Maar goed, ik heb morgen best een pittige dag. Ik heb morgen namelijk een crematie in Roermond van iemand die ik niet ken. En dat komt omdat het is een oud vriendinnetje van de jongen is overleden. En zij belde mij heel emotioneel op toen zij in Ibiza zat. Toen kreeg ze dat horen. Heel verschrikkelijk allemaal. Het is een oud vriendinnetje van Dionne die zij heeft leren kennen in de kliniek. Sommigen van jullie weten wel dat Dionne vroeger anorexia heeft gehad. Daar nu volledig van genezen is. Of nou ja, genezen is dat het juiste woord. Ze is in ieder geval weer helemaal gezond. Dus met Dionne gaat heel erg goed. Met een meisje ging het helaas niet goed. Dionne belde mij helemaal aan het gaan op. En ik heb toen aan haar voorgesteld dat als ze alleen zou moeten gaan naar Roermond, naar een crematie, waarbij ze eigenlijk vrijwel niemand kent, want het meisje zat dus ook in die kliniek. Dat is gewoon echt heel erg heftig. Dus ik heb haar voorgesteld dat als ze alleen moest gaan, dat ik graag met haar meeging om een schouder te bieden, om op te huilen en om er voor haar te zijn. En toen heeft ze mij verteld dat ze dat wel heel erg fijn zou vinden. Dus ik ga morgen met haar mee. Ja, dan hebben we de crematie. Het wordt wel een beetje lastig, want ik ga natuurlijk niet vloggen op de crematie. En ja, ik moet heel even kijken in hoeverre Dionne überhaupt in beeld komt. Want het is natuurlijk heel emotioneel en ik hoop ook dat jullie dat begrijpen. Dat is een beetje het plan. Dan wil ik jullie nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Oh, ik moet trouwens nog heel even iets zeggen. Ik kreeg ontiegelijk veel reacties onder mijn video's. Met iemand die reacties post onder mijn naam, onder Croco Jill, mijn foto erbij. Maar dat ben ik niet. En hoe herken je of ik het wel of niet ben? Ik ben namelijk verified. Dat betekent dat ik een vinkje, altijd een vinkje achter mijn naam heb. Daarin kun je dus altijd zien of ik het wel of niet ben. Als dat vinkje er niet staat, dan ben ik het dus niet. En ik ben bezig om die persoon, die heb ik al meteen geblokkeerd natuurlijk. En ik ben bezig om al die reacties te verwijderen. Want het was iets over een iPhone winnen. Moet je sowieso nooit in dat soort bullshit trappen. En het kan dus zijn dat ik een reactie over het hoofd heb gezien. Of dat, hij of zij een nieuw account heeft aangemaakt. Schenk er geen aandacht aan. Helemaal niet gewoon. Als ik op jou reageer, dan zie je dat dus altijd aan het vinkje achter mijn naam. Voor de rest, trap er niet in. En laat je niet gek maken door dingen die ik niet zou zeggen. En ja, dan ga ik bij deze nu de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei. En als het theezakje in één keer blijft hangen aan het plafond, ja, dan moet ze met je mee naar huis. Oh my god. Okay. Gooi. Huh. Oh! Blijven hangen.